En met duurzaamheid denken we natuurlijk aan het klimaat. En het klimaat, ja, dat gaat kapot als we niks doen. En in de stad maken we heel veel kapot aan het klimaat. Met onze auto's, met onze scooters, maar ook met onze huizen. Want we zitten aan het gas. We zitten op het gas, aan het gas. En dat is niet goed. Ik dacht dat gas schoon was, maar gas is niet goed. We moeten er vanaf. En waar kunnen we dat best vragen? Hoe we dat doen en wanneer dat allemaal moet? Bij het festival van Gas Los. Roelof Potters, je bent van Alliander. Jullie beheren de gasnetwerken. Waarom moeten we van het gas af? We moeten van het gas af omdat we in Nederland steeds minder gas zelf produceren. We moeten dat allemaal in het buitenland gaan kopen. En het is beter om dat niet te doen. En we hebben in Parijs beloofd dat we het klimaat gaan beschermen. En bij het verbranden van gas komt CO2 vrij, wat slecht is voor het klimaat. Dus daar moeten we ook mee gaan stoppen. Eigenlijk is de eerste call to action dat we dit met elkaar gaan beseffen. Want dit gaat iedereen in Nederland die een woning heeft waar nu op gas zit, en dat is bijna iedereen, gaat dit raken. Wat is nou de beste manier, behalve dit festival, om dat bij de mensen tussen de oren te krijgen? Door echt gewoon met de mensen wijk voor wijk in gesprek te gaan. Stel je nou voor dat we binnenkort dit gasnet hier niet meer vervangen. Dat is het eigenlijk. Dat zouden we toch in de komende jaren een keer moeten gaan doen. Maar dat gaan we niet meer doen. Wat komt daarvoor in de plaats? Dat gesprek aan te gaan. Goede uitleg te geven wat die alternatieven zijn. En goed laten zien dat je een heel comfortabel huis kan hebben zonder dat je het klimaat daarmee aantast. Wat zijn die alternatieven? Kun je er een paar noemen? Allereerst kun je elektriciteit gebruiken om je woning te verwarmen. Dat doe je dan middels een zogenaamde warmtepomp. Die maakt van de buitenlucht of uit een andere bron maakt die warmte waarmee je in je woning comfortabel kan wonen. Je gebruikt dan geen gas meer, maar wel meer elektriciteit. En dan moet je er bijvoorbeeld aan denken dat je door zonnepanelen of door windstroom zorgt dat dat ook het klimaat niet belast. Een hele andere mogelijkheid is dat je woning aansluit op een warmtenet. Dat is een buizenstelsel waar warm water doorheen loopt. Hoe doe je dat bij de bestaande bouw en hoe doe je dat bij nieuwbouw? Bij nieuwbouw is het relatief makkelijk. Je kunt heel goed woningen en bedrijfsgebouwen ontwerpen die bijna geen energie meer nodig hebben. En dan is aansluiten op een elektriciteitsnet om dat beetje warmte wat er nog nodig is eigenlijk wel voldoende. Dus daar is vooral de keuze van laten we überhaupt geen nieuwe woningen meer op het gasnet aansluiten. Dat scheelt al in ieder geval. Bij bestaande bouw is het natuurlijk ingewikkelder. Daar wonen al mensen, die maken er al gebruik van. Dus het eerste is met hen in gesprek gaan over hoe zij daartegen aankijken. Ook heel goed kijken naar wat is er in de buurt mogelijk. Er zijn buurten waar initiatieven zijn om met warmte al aan de slag te gaan. Omdat er warmtebronnen in de buurt zijn. Er zijn ook plekken waar het minder makkelijk is. En op die manier door dat gesprek aan te gaan, door mensen ook inzicht te geven in de consequenties van de keuze die ze kunnen maken, tot een goede oplossing te komen. Gaan we het halen voor 2050 van het gas af? Het wordt een enorme uitdaging. Het is een project wat we eigenlijk in Nederland in deze omvang nog nooit gedaan hebben. Maar ik ben ervan overtuigd dat we het gaan halen. Ik ben er ook met name van overtuigd omdat als we het eenmaal ook werkelijk gaan doen, er enorme innovaties zullen loskomen. Zowel in hoe je het doet, de technieken die je toepast, de manier waarop mensen daarmee om zullen gaan. En die gaan ons ontzettend daarin helpen. Dus ja, we gaan het halen.